Goedenavond allemaal. Welkom op de tweede Artist Talk van dit seizoen. De Artist Talks worden al jaar en dag door het MUCA georganiseerd in samenwerking met Antwerpse galerieën en kunstruimten. Het wordt een respectabele traditie. We zijn gaandeweg een heel archief aan het opbouwen van kunstenaarsgesprekken. En vandaag zou ik de Artist Talk willen opdragen aan Jos van den Berg. De man die normaal deze Artist Talks organiseert, maar door een tragisch ongeluk momenteel aan het revalideren is. En we hopen Jos spoedig hier terug te zien. De Artist Talks zijn grotendeels ook zijn geesteskind. En hij heeft er in het begin heel veel energie in gestoken om dat programma mooi te laten draaien. Vandaag hebben we Tom Liekens te gast. En dat is naar aanleiding van zijn nieuwe solo tentoonstelling in Galerie de Zwarte Panter. Galerie die dit jaar haar 50ste verjaardag viert, nota bene. Wat dit najaar ook met verve zal gedemonstreerd worden. Met tentoonstellingen en dergelijke. Maar de tentoonstelling van Tom in Zwarte Panter is getiteld 1 Million Years BC. En is nog te zien tot 28 oktober. Dus je hebt nog heel even de tijd om te gaan kijken. Indien deze avond u daarvoor geïnspireerd heeft. Tom Liekens werd geboren in 1977, waar ergens? Bonheide. In Bonheide, alright. Volgde schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunst in Antwerpen. Onder meer kreeg hij les van Fred Bervoets. En hij studeerde daar in 1999 af. Vanaf 2000 exposeert hij zijn werk regelmatig in tentoonstellingen, solo-tentoonstellingen, groepstentoonstellingen in België en daarbuiten. In 2006 won hij de Camille Huismansprijs voor schilderkunst. Een prijs die na de Tweede Wereldoorlog ingesteld is om de schilderkunst in Antwerpen te promoten. En een jaar later hebben we samen hier in het MUCA een tentoonstelling gemaakt als hommage aan Fred Bervoets. Weet je nog, Welcome Home, hè? Mm-hmm. Waar het werk van Fred Bervoets en zijn discipelen gezamenlijk werd geëxposeerd. Het werk van Tom zit ondertussen in diverse musea en publieke en private collecties. En onder meer het MUCA, dit museum, bezit een vrij omvangrijk werk van hem. Het werk van Tom Liekens, en daar gaan we het dadelijk over hebben natuurlijk, hè, valt nogal op vaak door zijn vrij monumentale formaten, zijn extreem figuratieve vormentaal en zijn vele referenties aan geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur, natuurwetenschap, populaire cultuur en dergelijke. Meestal beginnen we die Artist Talks met een kort gesprek over de tentoonstelling zelf. Die expositie in de Zwarte Panter heet 1 Million Years BC. 1 Million Years BC, waarom zo'n rare titel? Heeft dat niks met een film te maken of zo? Ja, dat is een film die eigenlijk bulkt van de anachronisme. Dus dat is een film uit de jaren 70, waar dat mensen, een soort oermensen, samenleven met dinosaurussen. Dinosaurussen die al 165 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn. De eerste mens enkele honderdduizenden jaren, spreken van Homo sapiens. Dus die 1 miljoen is ergens een heel vaag ding. Ja. Maar het interessante is dat verschillende religieuze fanatici, zoals creationisten, geloven in de bijbelse leeftijd van de aarde, namelijk 8000 jaar. En dat die het vinden van fossielen, van dinosaurussen en zo, dan natuurlijk haaks op staan. En die beweren dat die dateringen, dat je die met een korrel zout moet nemen. Sommigen beweren dat God zou een soort mysterie creëren door die botten, die miljoen jaren oude botten, te begraven te hebben bij het scheppen van de aarde. Anderen houden het op dat er ooit een moment moet geweest zijn dat dinosaurussen en mensen samen leefden. Zoals in die film 1 Million Years BC, ook in andere films zoals King Kong zie je dat, zijn weerkerend. In Jurassic Park ook, uiteindelijk. Een holbewoner in strijd met een Tyrannosaurus Rex, zo, ja. Dat populaire beeld. En die zeggen, als we nu naar oude schilderijen kijken, zien we daar mensen en draken. We weten nu dat die draken eigenlijk dinosaurussen waren. Dus die zien daar een bewijs in. Mm-hmm. En dat de dinosaurussen te groot zouden geweest zijn om op de ark, toegelaten te worden. Mm-hmm. In de 19e eeuw, trachten ze er ook een verklaring aan te geven en die zagen die dinosaurussen als monsters van voor de zondvloed. En die hebben zo goed mogelijk dat getracht in elkaar te monteren. Mm-hmm. En je ziet dat er eigenlijk heel veel fouten in zitten. Dus ik heb verschillende werken in de tentoonstelling gebaseerd op van die foutieve voorstellingen van dinosauriërs. Van die reconstructies. Ja. Van die reconstructies. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dat heel de tijd dat verandert. Dat zelfs een T-Rex van de jaren 60 nu al achterhaald is.
Ja. Waarschijnlijk een T-Rex van vandaag is misschien ook, want we hebben altijd het idee dat we het dan nu weten, maar waarschijnlijk zal dat ook weer achterhaald zijn. En het boeiende is, en dat zie je bij die vroege voorstellingen al, dat ze altijd moeten beroep doen op beeldhouwers, schilders, illustratoren, om dat tot leven te wekken. En dat je dus eigenlijk kunstenaars, in de ruime zin van het woord, special effect kunstenaars of illustratoren, nodig hebt om dat, ja, om dat uitgestorven dier voor ons te visualiseren. Mm-hmm. En terwijl dat in populaire cultuur alomtegenwoordig is, is dat eigenlijk in de kunstgeschiedenis niet belicht. Mm-hmm. Ik kan nu niet voor de vuist weg gekende kunstenaar, om het modernisme of zo noemen, die dinosaurus geschilderd heeft. Klopt, ja. Terwijl die toch al van de 19e eeuw het idee van een dinosaurus bekend was. Mm-hmm. En dat heel veel mythologische dieren, zoals draken, maar ook een cycloop bijvoorbeeld bij de Grieken, die mythes ontstonden door het vinden van botten. Dus hebben zowel in China beeltenissen van draken als bij ons, los van elkaar. Dus het zou zijn omdat wij los van elkaar ooit dinosaurusbotten gevonden hebben, daar trachten een verklaring aan te geven. Dus je kunt er eigenlijk veel op projecteren, laten we zeggen. Mm-hmm. Dit gezegd zijn dat vooral de schilderijen die ik wou maken toen ik 10 was. Mm-hmm. Ik ben altijd gefascineerd geweest door dinosaurussen en eigenlijk is dat gebleven. Mm-hmm. En soms denk ik dat verhaal dat ik nu vertel een soort legitimatie is voor mezelf. om dat te doen. Omdat dat om in een artist talk een beetje... Omdat dat toch als een beetje foute figuratie wordt gezien. Om zo'n, en dat wordt gerekend tot de fantasywereld, terwijl dat natuurlijk iets heel concreet is. Mm-hmm. Oké. Okay. In de Zwarte Panter neem je best wel veel ruimte in beslag. Je hebt de kapelruimte, achteraan exposeer je ook in de winkelruimte zogenaamd boven. Is dat dan de output van een jaar of hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe concipieer je zo'n tentoonstelling? Elk 2 jaar. Dus ik heb nu om de 2 jaar daar een tentoonstelling. Okay. Mm-hmm. Er zitten enkele oudere werken in. Mm-hmm. Ik heb ooit een imaginair bos geschilderd dat ik En Forêt de Fontainebleau genoemd heb. Verwijzen naar de wouden van Fontainebleau, waar de zogenaamde school van Barbizon in de 19e eeuw naartoe trok. De schilders als Courbet en Millet gingen daar nog voor de impressionisten en plein air schilderen. En ik heb toen dat zo genoemd als een soort knipoog naar de kunstgeschiedenis, zonder daar ooit geweest te zijn. Ondertussen, vorige zomer heb ik dat bezocht, heb ik dan de tijd verbleven, veel foto's genomen. En heb ik eigenlijk terug dat thema opgenomen. Dus je ziet enerzijds dat oude werk van 6 jaar, 7 jaar geleden. Mm-hmm. En dan een nieuwe reeks die eruit voortgekomen is. Mm-hmm. En vaak zijn er nieuwe of oude thema's die ik terugneem. Ik was gisteren op tentoonstelling in Smak van Roel de Keizer. En de titel van die documentaire daar was De Terugkeer is ook een reis. Vind ik eigenlijk schoon, omdat je vaak terug naar oudere thema's gaat. En dat is bij mij ook. Hier zie je zo'n kooi van de dierentuin. Dierentuinverblijven, natuurhistorische musea. En dat is een werk van een paar jaar. Dat zijn toch vroeger werken al, hè? 10 jaar terug of zoiets? Het is van 2000. Ja, kijk. Dus dat is zo'n serre. Maar die dan, dat zie je in de volgende dia, heb ik 2 jaar geleden dan een hele reeks teruggrond gemaakt. Maar dan met afdrukken van planten. Dus dit is geschilderd, maar de volgende dia die er dadelijk aankomt, is eigenlijk een collage van afdrukken van planten. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik ken heel wat kunstenaars die, wanneer ze weten dat er een tentoonstelling in aantocht is, daar naartoe werken en zelfs werken maken met die tentoonstelling in het achterhoofd. Is dat bij jou het geval? Of werk je in je atelier puur op het werk zelf en zie je dan daarna wel als de tentoonstelling gecrocheerd moet worden? Wat waar moet komen. Of zijn er werken die ontstaan in functie van een bepaalde ruimte in de Zwarte Panter bijvoorbeeld? Ja, vroeger niet, maar ondertussen wel, omdat ik er nu toch al 6 keer geëxposeerd heb, beginnen natuurlijk wel rekening te houden met ook die... Dat zou beter daar passen. En die ruimte, het heeft geen zin om dan 15 doeken van 3 meter te hangen, als je eigenlijk weet dat je er maar 7 kunt hangen. Mm-hmm. Dan kun je beter concentreren ook op een aantal kleinere formaten. En vaak... Ja, heb ik dat wel nodig? Dat is iets wat ik zelf vervelend vind. Enerzijds is schilderen hetgeen wat ik absoluut het liefste doe. En tegelijkertijd is datgeen wat ik ook altijd uitstel. Dus ik verzin heel veel werk en de hele tijd heb ik plannen om dat te doen. Maar dan
heb ik altijd een soort angst om eraan te beginnen. Dus die deadline van een tentoonstelling helpt? Helpt. Ja. Helpt. Mm-hmm. En die, omdat de Zwarte Panter zo'n grote ruimte is, moet die deadline redelijk vroeg vallen. Dus je kunt niet... Ik heb sommige vrienden, ik kan ze nu noemen, maar die in een kleinere galerij dan exposeren en op 3 weken dat in elkaar boksen, ja, dat kun je in de Zwarte Panter nu niet. Dus, ja. Ja. Was dat als student ook al dat je een jury nodig had om jezelf aan het schilderen te zetten? Je hebt ook studenten die pas echt serieus beginnen werken wanneer de jury in aantocht is en anderen die gewoon systematisch doorwerken, jury of geen. Ja, en dat heeft ook met temperament of zo te maken. Op de academie heb je natuurlijk een hele duidelijke context. Hè. Dat is bijna zoals iemand die naar een bureau gaat. En ik kwam uit niet uit de kunstenmajoren, maar uit wiskunde-wetenschappen. Dus ik was eigenlijk heel schools. Mm-hmm. Ik had een heel schoolse mentaliteit. Waardoor denk ik echt stipt om 9 uur er was en stipt tot 6 uur werkte. En die context is duidelijk, er komen docenten kijken en er moet iets te zien zijn. Maar natuurlijk, eens dat je afstudeert, gaat niemand zeggen, je moet beginnen. Mm-hmm. Maar desalniettemin heb ik een redelijke productie. Ik denk, mensen zeggen altijd, je maakt zoveel, maar ik maak vooral grote dingen, dus dat lijkt dat heel veel is. Maar ik denk dat ik, nu hangen er 50 werken op die tentoonstelling, dat is van 2 jaar. Mm-hmm. Dat is niet alles wat ik gemaakt heb, maar merendeel wel. Mm-hmm. Dus dat valt dan mee, dat zijn 25 werken per jaar. Dat is niet zo'n gigantische productie. Mm-hmm. Is uiteindelijk de selectie die je dan toch moet maken om tot zo'n tentoonstelling te komen, is die moeilijk? Moet je lievelingen als het ware doden om tot een tentoonstelling te komen, of gaat er eigenlijk vrij makkelijk die uiteindelijke accrochage? Meestal maakt het, elk werk maakt een ander. Dus ik werk vaak in reeksen, en zoals van die dinosaurussen. Eerst was ik eigenlijk begonnen met van die stop-motion films en Hollywood films, defiguratie. Dan begin je erover te lezen, over op te zoeken. Ik kwam bij die 19e eeuwse voorstellingen en op den duur heb je eigenlijk al die dingen nodig om dat grote verhaal te vertellen. Mm. Maar dat is eigenlijk gaandeweg. Het is niet dat ik dat op voorhand bedenk, maar gaandeweg komen er dingen bij en die wil ik dan ook nog toevoegen aan de expo. En eigenlijk in functie van dat inhoudelijk verhaal maak ik dan mijn selectie. Mm-hmm. Ja. Naar aanleiding van de tentoonstelling is ook een boek verschenen dat je gemaakt hebt met Max Timmerman samen, Eeuwfeest, een bibliophile editie met grafiek. Vertel daar iets over. Hoe is die samenwerking met Max verlopen en doe je dat wel vaker met schrijvers of met auteurs samenwerken? Of? Ja, ik heb... Dit is nu de eerste... Ben ik verstaanbaar van achter? Doet die micro uit? Ja, oké. Okay. Ben ik ook verstaanbaar? Ja, maar sowieso, zonder microfoon ook. Ja, ik heb al eerder bibliophile edities gedaan. Mm-hmm. Ik heb er een met Jeroen Brouwers gedaan. Ja. Een met Ramzi Nasser. Steeds met Damien. Ook dit is eigenlijk een samenwerking tussen de galerie Zwarte Panter en Damien. De boekhandel Damien, hè? Ja. Mm-hmm. Dat een antiquariaat is, maar die ook heel veel bijzondere uitgaven zelf doet. Mm-hmm. Natuurlijk, de Zwarte Panter heeft er een enorm lange traditie in. U zei al dat die 50-jarig bestaan gaat gevierd worden. Dat zal nu zijn onder de vorm van een groot overzicht van alle mappen, de samenwerking tussen schrijvers en kunstenaars die er in die 50 jaar gebeurd zijn. Dus ik ben blij dat ik op de valreep nog deel mag uitmaken van die rijke geschiedenis. Mm-hmm. En ik vind dat wel interessant, maar eigenlijk was de motivatie om dat te doen. Ik zag zo'n winteruur, en dat was met Fred Berrevoets. Mm-hmm. En die heeft verschillende mappen gedaan, met Marcel van Malen ook. Mm-hmm. En die zei, wij spraken 1 keer af, en wij brainstormden over de titel. En dan ging iedereen aan de slag, en de volgende keer dat we elkaar zagen, ging het over de kleur van de kaft. Ja. En eigenlijk en ik vond dat zo fantastisch, en ik heb dat tegen Max gezegd, en hij zei, ja, laten we dat ook doen. En we hadden zo één ding, en dat was dan de stad, zei hij. En ik had zo als een soort heel snel ding, stadsduiven, wat ik heel, heel banaal is, maar dat was eigenlijk genoeg. Dus hij heeft in zijn gedicht een soort wandeling doorheen de stad, er komen verschillende situaties met duiven in en ik heb daar een werk rond gemaakt. Mm-hmm. Maar ik heb niet eerst zijn gedicht gelezen of hij heeft niet eerst mijn schilderij gezien. Dus dat is eigenlijk een beetje los parallel, van elkaar. Parallel van elkaar en dan
de resultaten samenbrengen en zien wat er gebeurt. Ja, zo, ja. Maar ik hou van zijn gedichten, hij houdt ook van mijn werk. Wij kennen elkaar al heel lang, dus dat moest er eens van komen om iets samen te doen. Ja. Dus eigenlijk zeggen we dat al jaren, we moeten iets, maar wat is dat dan, iets samen doen? En dan is zo'n boek natuurlijk een ideale gelegenheid. Ja, ja, en ik zei dat tegen Adriaan, ik zou er eens iets mee willen samen doen. En dat werd dan eigenlijk heel snel concreet. Hij zei, oh ja, maar het past in die reeks en tjak tjak. En dan, voilà. Ja. Het wordt de 28e trouwens voorgesteld, de laatste dag. Oké. Okay. Ja. En het zal een... Het is nog niet klaar dan? Nu. Nee. Er komt een ik heb een etch gedrukt op canvas en dat bijgeschilderd tot een soort schilderijtje. Ja. Een collage van houtsneden komt erin. En dan een lange leporello, dat is een woord dat ik niet kende, maar dat is zo'n lange harmonica. Accordeonboek, ja. Ja, waar beelden van mij gezeefdrukt zijn en daar ook het gedicht op gezeefdrukt. Dus het is echt een knap hebbeding in een linnen kaft. Enfin, denk ik wel bijzonder. Ja, kijkend eruit. Oké. Okay. Als je zo naar je werk terugblikt, of tenminste als ik naar jouw werk terugkijk en een aantal beelden zijn al de revue gepasseerd, dan denk ik dat de rode draad in jouw iconografie de natuur is. We hebben landschappen, serres, dinosaurussen, skeletten, stillevens en dergelijke. Hoe komt het eigenlijk dat die natuur zo prominent aanwezig is in jouw beeldtaal? Want je bent toch een soort stadsjongen, denk ik dan. Ja, ik ben niet altijd een stadsjongen geweest, dus ik ben opgegroeid in de Kempen, vlakbij de Netenvallei. En ik was als kind al heel erg gefascineerd door natuur. Het heeft ook met mijn ouders te maken. Mijn vader was leraar biologie en chemie. Die nam ook zijn werk mee naar huis. Die had een hele wonderkamer ingericht thuis met honderden bokalen met dieren erin, vlinders geprikt, opgezette dieren, schelpen enzovoort. Wij bezochten naast kunstmusea eigenlijk nog veel meer natuurhistorische musea. We hadden ook een abonnement op de dierentuin. Dus, dat is eigenlijk iets dat van kinds af heb meegekregen. Ik heb ook in allerlei natuurverenigingen gezeten. Ik heb nog gegidst voor toen de Wielo, nu noemt dat Natuurpunt, in de Jeugdband van Natuur en Milieubehoud gezeten in de vleermuizenwerkgroep, in de zoogdierenwerkgroep. Okay. Dus ik was een beetje een nerdy kind die daarmee bezig was. Ik herinner mij nog dat ik toen was ik eigenlijk al 15 of zoiets, denk ik, nestkastjes maakte, die dan huis aan huis ging verkopen en met dat geld dan een nachtkijker, een beddetector kocht. Dat is een toestel dat de geluiden van een vleermuis die op een andere frequentie zitten omzetten dan voor ons hoorbare frequentie, om dat daar dan mee aan te kopen. Klinkt echt heel nerdachtig, ja. En dat is heel nerdachtig. Hoe ben je dan bij een kunstopleiding terechtgekomen? Want dan zou je verwachten dat je dus bioloog of natuurwetenschapper wordt, of ornitoloog of whatever. Van mijn vijf heb ik ook veel getekend en geschilderd. Dat is eigenlijk ook nerdy, hè? Denk ik. Ja. En dat is iets dat ik op mijn vijf zei ik heel resoluut tegen mijn moeder en ik bleef er al. Ik wil naar de tekenschool gaan, maar je mocht er maar van je zes. En ik herinner mij dan dat ik een soort proef moest doen. Die zei, ja, eigenlijk mag dat niet. Maar laat hem nu één les meedoen en een tekening maken. En dan zullen we zien dat de matuur genoeg is om dat te kunnen doen. En dat maakte zoveel indruk. Ik dacht, nu komt het erop aan. Dat ik zou nu op een blad papier die tekening kunnen tekenen. Ja. Zo'n kloon die hij jongleerde. Omdat ik echt zo heel geconcentreerd was. En dan heb ik, en hebben verschillende leraars die ik nu nog ken, bevestigd. Eigenlijk in al die jaren nooit geen opdracht meegedaan. Ook niet als kind. Dus die zei, we gaan dat doen, klassikaal. En ik zei, ja, maar ik heb een idee. En ik deed iets anders en die lieten mij doen. Maar ik heb dat nooit gedaan, ook niet in de middengraad. Dus ik heb in die avondschool enorm veel gezeten. Dus in de middengraad heb ik alle jaren gedaan. Dus alle uren dat die academie open was, was ik daar. Dus in die zin was het niet raar dat ik dat ging doen. Maar ik heb wiskunde wetenschappen gedaan, omdat ik ook nog zo geïnteresseerd was in de natuur dat er ergens een vage droom was. Misschien moet ik Darwin achterna gaan en bioloog worden. Dus een tijdje lang liepen die sporen dan eigenlijk naast elkaar. Kunst, beeldende kunst en natuurwetenschap. Totdat ik die wiskundewetenschappen effectief ging doen. En merkte dat biologie wel meer is dan naar vogels en planten kijken. Dat is natuurlijk om te beginnen heel moeilijk. En veel chemie en fysica en dat wat mij minder interesseerde. Dus eigenlijk zat ik er helemaal niet meer op mijn plaats. Was ik er ook niet gelukkig. En was ik, en ik denk mijn ouders ook blij, dat ik dan niet ging verder studeren. Ja. Maar dan mijn andere passie
de kunst ging doen. En eigenlijk was dat heel vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ook heel die opleiding was voor mij vanzelfsprekend. Zo, mm-hmm. En daarna ook. Dat zijn van de dingen dat ik zeker weet dat ik dat altijd zal blijven doen. Mm-hmm. Los van succes of geen succes. Ja. Mm-hmm. Natuurlijk, wanneer we zeggen dat de natuur een rol speelt in jouw werk, dan is dat natuurlijk ook niet helemaal juist. Want het gaat eigenlijk meestal over afbeeldingen van de natuur, reconstructies, stillevens, wonderkamers, representaties. Er zit ook een soort valsigheid. Ja, je hebt het al gehad over die slecht gereconstrueerde dino's en King Kong figuren uit B-films en zo. Hier zijn mensen bijvoorbeeld. In dierenpakken. Ah ja, voilà. Kijk, is weer zo'n fake beeld, hè. Pseudo-natuur. Dus... Ja, elk gat, ik ben geen... Zit er een soort kritische dimensie achter of zo? Ik ben geen natuurschilder die een bepaalde boom gaat schilderen of in de wei koeien schildert. Elk gaat dan meer over afbeeldingen van natuur. Afbeeldingen die, hoe dat dieren of landschappen worden afgebeeld in de kunstgeschiedenis, in films, in sprookjes en zo meer. Hoe dat er altijd onze houding ten opzichte van de natuur uitspreekt. We zien de natuur vaak als iets bedreigend. In die King Kong film bijvoorbeeld is dat heel duidelijk. Hè. Dat is een soort cultuur die het overwint tegen de barbaarse wildernis, waar die King Kong dan het primitieve, voor staat. Ja. Oftewel hebben wij een sentimentele houding ermee. Namelijk dat wij een wolf zo op de knieën gekregen hebben en verbasterd tot een schoothond. En elk dieren bijna als kleine baby's gaan behandelen. Ja. En vooral de dieren willen beschermen die er schattig en knuffelachtig het idealiseren eigenlijk. Het idealiseren en elk menselijke gevoelens erop projecteren. Je ziet dat in de 17e eeuw. In barokschilderijen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel schilders zoals Frans Snijders en Jan Feit. Dat zijn wel kunstenaars waar ik veel naar gekeken heb. Die projecteren eigenlijk menselijke gevoelens op die dieren. En eigenlijk gaan die dieren een soort zedeles verbeelden. Dat vind ik ook dan weer interessant. Ook hoe dat wij de nood hebben om die wilde natuur toch ergens te pakken, te beheersen. In de 16e eeuw door van die wonderkamers, door echt letterlijk het vreemde in huis te halen en dat te gaan etaleren. Die plantenkasten zijn ook zo, het eigenlijk iets, de wildernis cultiveren onder een glazen doom. Dierentuinen ook. Veel dierentuinen, zoals de Zoo van Antwerpen, die zijn langs de spoorweg gebouwd. Puur om praktische redenen dat die dieren natuurlijk die van ver kwamen, of een olifant moet vervoeren, is het handig dat het station niet te ver weg is. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook een schoon gedachte, dat die dierentuin samen met die spoorweg een soort verbindenis is met vreemden. En ik heb ook vaak naar vreemde culturen verwezen. Er zijn al een aantal gepasseerd, bijvoorbeeld de zogenaamde tiki-cultuur. Er was zo'n interieur met allemaal van die vreemde, exotische sculpturen. Hoe dat wij ook vreemde culturen eigenlijk verbasteren tot iets dat wij dan als decoratiestuk kunnen doen. Als je op reis gaat, zie je dat heel de industrie, toeristenindustrie, eigenlijk cliché-bevestigend is. Zeg je, naar Marokko ga, dan brengen ze ergens in een duizend en één nacht sprookje waar je couscous eet, en terwijl dat je een fez op je kop krijgt en er zo'n buikdanseres staat. Terwijl dat niks te maken heeft met hedendaags Marokko, ga je daar toch naartoe. Die cliché die je eigenlijk al kende, die wordt daar bevestigd en die neemt je mee terug. Zoals er Japanners naar Nederland gaan, die daar gaan kijken naar vrouwen op klompen die er een dansje zitten doen en met kaasbollen zitten te rollen tegen op de achtergrond nog een windmolen en een tulpenveld. En die gaan naar Japan en die hebben genoeg foto's genomen en die zeggen, oké, kunnen we afchecken, we hebben Holland gezien. Belgian chocolate, Belgian waffles, check. En dat werk dat het Mukani collectie heeft, dat is zo'n heel groot, dat is ook al gepasseerd, dat is zo'n heel groot Afrikaans landschap lijkt met zebra's. En ik kwam bij iemand en die had een schilderijtje, en die was naar Brazilië geweest, en die had een schilderijtje dat zo groot was. En die had er eigenlijk twee, en dat paste precies in de koffer. En dat toonde een soort tropische cliché, met palmbomen en water en een bootje.
Maar dat kon eigenlijk overal zijn. Dat is vooral een idee wat wij hebben over de tropen. Mm-hmm. En dat waren precies dezelfde schilderijtjes. Je moest eigenlijk zoek de fout doen, maar natuurlijk aan de lopende band. Ja. En had er één voor zichzelf gekocht, één om aan zijn moeder cadeau te doen. Maar ik heb die aan elkaar geschilderd, één gespiegeld. En dan er nog eens zebra's bij gedaan, die ook nog eens heel gek spiegelen. En dat is eigenlijk een soort cliché van wat de tropen zijn. En in mijn werk speel ik heel veel met clichés. Ja, van absoluut. Wat... Archetypes, clichés, patronen, schablonen. Ja. Ja. Hier bijvoorbeeld hebben plastieke dieren model gestaan. Ja. Maar ik heb die dan tot leven laten komen in een eigenlijk heel barokke compositie. Een soort episch gevecht tussen mens en dier. Waar in dit geval de mens het onderspit telft. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk gebruik je de schilderkunst niet alleen als uiting van jouw eigen fascinaties en obsessies, maar ook eigenlijk om bepaalde mythes toch wel ergens te doorprikken of te articuleren in hun geconstrueerdheid. De mythe van de primitief, de mythe van de natuur, de mythe van het wilde, ontembare dier. Ja, en dat zijn veel van die zaken zijn niet nieuw natuurlijk, maar ik vind dat wel als je als kunstenaar, of dat een filmmaker is of fotograaf of dat, soms zoiets kunt vastleggen. Van het moment dat je dat zo in... die mythe van Van Gogh. Ja, de mythe van de schilder. Gekend. Ja. Maar in de schilderij kun je al die verhalen even zo sublimeren tot een nieuw beeld. Dat clichés zijn, maar dat ook weer tot nadenken stemt. En, maar dat kan ook het groen van mos zijn, bijvoorbeeld. Dat hoeven niet altijd grote verhalen te zijn. Mm-hmm. Want ik ben tegelijkertijd ook altijd een schilder, dus ik probeer er ook een plastisch avontuur aan te geven en ook qua verf een verhaal te vertellen. Mm-hmm. Het is natuurlijk moeilijker om dat onder woorden te brengen. Mm-hmm. Want hier bijvoorbeeld, dat is ook een beetje fake. Dat Kirk Douglas die... Dat is die biopic in de jaren 50. Lust for Life. Ja. Dat is gebaseerd op een filmstil van Kirk Douglas die eigenlijk de geromantiseerde versie van Van Gogh speelt. Want in diezelfde scène, en dat zijn echt kraaien die tegen deze broek vliegen, wat niet zal gebeurd zijn. Maar in diezelfde scène schiet hij zich ook in zijn buik, terwijl hij in werkelijkheid weken later was. Hij heeft nog werken erna gemaakt. Maar dat is wel een alstarrige mythe, dat kraaienveld de korenveld met kraaien, dat zijn laatste werk is. Mm-hmm. En ik ben ook heeft dat ook mee Van Gogh te maken, dit werk, Saint-Remy noemt dat. Dus dat is de plaats waar het gesticht was, waar Van Gogh op het einde van zijn leven is opgenomen. En ik ben eigenlijk, Van Gogh die mocht niet van dat terrein komen. En ik heb eigenlijk gaan wandelen rond dat terrein, dus eigenlijk waar Van Gogh niet mocht komen. En eigenlijk voelde ik in dat ruwe landschap daar meer de geest van de getormenteerde Van Gogh dan in dat gesticht dat heel hard op toeristen... daar moet het voelen, precies. Mm-hmm. Daar ligt er de vingertik op. Dat is die Fontainebleau. Gaat het ver om te zeggen dat het anachronisme ook wel een rode draad is in jouw werk? Het feit dat je thema's kiest die bewust niet hedendaags of hip zijn, maar ook een manier van schilderen en tekenen die een soort bijna archaïsche kwaliteit uitstraalt. En zo ja, is dat anachronisme dan doelbewust of is dat iets dat gewoon echt deel uitmaakt van wie dat je bent? Het niet in het hedendaagse bijna bewegen. Ja, dat die, maar ja, ik vind zo'n beeld van een bos, is dat dan niet hedendaags of meer? Er zijn nog altijd bossen, hè? Nog altijd herten. En eigenlijk die benadering waarop dat geschilderd is, is wel hedendaags. Mm-hmm. Dus in die zin vind ik dat niet anachronistisch, maar ik ben wel geïnteresseerd in het anachronisme op zich. Mm-hmm. In een Egyptische tempel in de Antwerpse Zoo bijvoorbeeld, dat natuurlijk een totaal gek ding is. Of van die Hawaïaanse, Amerikaanse cafés die ingericht zijn als een Hawaïaanse tempel. Ja. Of holbewoners die vechten tegen Tyrannosaurussen of zo. Hè? Dat is ook een anachronisme van je welste. Maar ik zou kunnen zeggen, maar toen ik op de academie zat, dat de Trouble Spot Painting, dat was hier in het Mucca, dat was door Narcisse Todoard en Luc Tuymans gecureerd. En die ging er altijd over... Een groepsentoonstelling over schilderkunst. Hè? Ja, en schilderkunst die zogenaamd op sterven na dood is, of dient gereanimeerd te worden, of die toch in een soort crisis leefde. Maar als je zelf student bent, ik wou niet liever dan schilderen, dus voor mij was er geen crisis. Mm-hmm. En eigenlijk, daarna heb ik dat ook nooit niet als problematisch ervaren dat je schildert. En
in die jaren dat ik bezig ben, zie je ook dat er enorme revivals van schilderkunst zijn, die gek genoeg niet altijd vertaald worden in grote kunstentoonstellingen. Als je kijkt naar biennalen of documenten of zo, is eigenlijk schilderkunst heel erg onderbelicht. Maar anderzijds zijn tentoonstellingen van schilders vaak de expo's waar ze tot twee straten verder staan aan te schuiven, bij manier van spreken. Dus dat blijft een enorme aantrekkingskracht hebben. En die geschiedenis is loodzwaar. Hè. Je meet je altijd met... Dat zijn trouwens recente werken van de tentoonstelling. Hè, die, ja. Dat is ook zo, die Barbizo. Ja. Elk gaat er van Altimira tot nu. De schilders die werken altijd met dezelfde middelen. Een kunstenaar uit de 17e of de 18e eeuw, die werkt grosso modo met dezelfde verf en dezelfde penseel en dezelfde drager. Enfin, je kunt er wel een paar dingen, een op paneel, ander op doek, maar elk staat met dezelfde dingen aan de start. Dus hoe dat je toch wilt, heb je daar een verwantschap mee. Als ik nu naar Oude Meester kijk, zie ik ook daar de schilder bezig. En voel ik, al wel dat ver van mij staan langs de ene kant, voel ik mij er toch verwant mee. En misschien daarom dat ik heel de tijd terug ga ook naar oude dingen, naar nieuwe dingen. Die werken zijn, dat is allemaal grafiek. Elk de laatste jaren doe ik evenveel grafische werken als geschilderde werken. Dus bij grafiek denk je vaak iets klein en in oplagen. Maar dit zijn heel grote werken, dat zijn unieke werken. Er is er maar één van. En dat zijn collages van houtsneden en monotypen. Dus afdrukken van planten die ter straks de interieurs, dus van die heel drukke interieurs in passeren. Dat is ook allemaal grafisch. Dus dat zijn bijvoorbeeld ruggen van boeken kapot geknipt, die ingeïnkt en afgedrukt. Structuur, behang, stoffen, ingeïnkt. Eigenlijk alles wat relief heeft, kun je ininken, inkten en door een pers halen. En laat die een spoor na. En dat is iets lang dat ik wou, zo een soort autonome werken maken met grafiek. Ja. Iets dat ik mijn leermeester van de academie, Fred Bervoets, ook knap gedaan heeft met die reusachtige etsen. Ja. En ik was er altijd jaloers op dat hij zo de twee had, zo je kunt schilderen, maar die kon ook dan terugvallen op iets anders. En die vrijheid heb ik voor mezelf nu ook gecreëerd. Dat ik het schilderen beu ben, dat ik dan naar het Frans Mazereel Centrum ga in Kasterlee en mij daar enkele weken toeleg op enkel grafiek. Ja. Bij Fred is het zo dat wanneer hij etst, hij bijna bewust dat medium kiest omdat dat vertraagt, een omweg is. Hè? Want je etst iets op een plaat, die plaat moet geïnkt worden, afgedrukt en dan pas zie je het resultaat. Terwijl het schilderen direct is, tjak, 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 hè? Bijna een soort van één op één. Is het bij jou ook zo dat de grafiek een vertragende werking heeft, terwijl jouw schilderkunst misschien soms te rap gaat, of heeft het daar niks mee te maken? Ja, wat ik vaak vervelend vond aan mezelf, en je zou kunnen zeggen dat is een troef, maar ik ben altijd nogal een habiele schilder geweest, die ook nogal virtuoos, virtuoos schilderde. Maar tegelijkertijd, in die virtuositeit, heel herkenbaar, en je kunt zeggen dat is ook positief, maar ik vond dat op een duur vervelend. En begon ik zo'n soort obstructies in te bouwen, door bijvoorbeeld schablonen te gaan gebruiken of collage-elementen. En die grafiek was voor mij ook zo. Ik heb weinig notie van grafiek. Ik heb dat wel eens op de academie iets kort gevolgd. Maar ik ben eruit een leek in. En ik heb me er toch ingesmeten en ook niet gaan lessen volgen, maar direct dan grote werken gemaakt. En ik was er in het begin was dat een soort gevecht, waar ik een beetje verloren was met mijn schilderen. Omdat je dat goed begint te kunnen. Ja. Ondertussen, met die grafiek heb ik zoveel gemaakt dat dat ook weer voorspelbaarder wordt. Ook al vlotjes voor. Dat het resultaat voorspelbaarder wordt. Want met die grafiek weet je heel vaak niet. Ik moet heel veel doen om uiteindelijk tot het resultaat te komen. Maar ook dat leerde natuurlijk. Ja, dus de weerbarstigheid verdwijnt ook na een tijdje van dat medium. Ja, want ook, ik heb ook in veel schilderijen bijvoorbeeld vertrokken van schilderijtjes die ik vond in de kringloopwinkel. Of van die kitscherige wandtapijtjes, waar eigenlijk al en die stijl ben op integreren en mij eigen maken. Zoals dat schilderijtje van dat Afrikaanse landschap, hè. Dat is ook vertrokken van eigenlijk al iemand die een oplossing zoekt voor een palmboom, voor water. Om ook weer tegen mijn hand te werken, zo, om bijna een andere schilder door mij te laten... Iets toe te eigenen eigenlijk. Hè. Ja. Je vertelt net dat... Het klinkt eigenlijk negatief, hè? Maar Nee. Ik snap het. Nee, begrijp het. Negatief. Je zegt net dat je afstudeerde rond 1999. Tentoonstelling hier, Trouble Spot Painting, samengesteld door Tordoir en Tuymans.
Zelf ben je opgeleid door Fred Bervoets. Jouw werk staat eigenlijk haaks op de Tuinmansschool die in de jaren 90 in Antwerpen een tijdje lang in de mode was. Kleine, grijze, relatief sombere schilderijen. Jij kwam naar buiten met grote, kleurrijke genereuze tableaus. Ja. Was je daar in die periode echt bewust mee bezig? Met van die Tuinmansschool, daar moeten we beyond of zoiets? Of was dat meer een soort spontane ontwikkeling? Hoe is het om als jonge schilder in Antwerpen af te studeren in een tijdperk dat gedomineerd wordt door iemand als Luc Tuinmans? Ja, ik denk dat elke kunstenaar de werken maakt die hij vindt dat hij moet maken en die ook door zijn karakter bepaald zijn. En ik en Luc, wij zijn zo verschillend van karakter dat hij niet mijn werken zou maken of niet omgekeerd. Dus ik heb me niet bewust vanuit een soort anti-houding in een bepaalde richting gegaan. Ik denk dat die grote, exuberante werken passen bij mijn open karakter en en dat enthousiasme dat ik als mens heb, dat zich weerspiegelt in die schilderijen. En ik ben ook heel gulzig, ik wil ook heel veel, dat er ook veel te zien is. Volsteken, ja. Dat is zowel qua schilderen, qua beeld, ja, qua verhalen, dat er veel is. Mm-hmm. Maar dat heeft met mijn karakter te maken. Dat is niet omdat ik vond dat er moest een tegengewicht zijn tegen de grijze school of zo. Mm-hmm. Ja. Het valt toch wel op dat mensen zoals jij, die afgestudeerd zijn bij Fred Bervoets, ik denk aan Cathy Heck, Nick Andrews, dat die eigenlijk allemaal die exuberante, expressieve, kleurrijke, figuratieve taal hanteren. Met andere woorden, wat is de impact van een Fred Bervoets dan bijvoorbeeld? Maar je zou kunnen Cindy Wright of Vincent Gijskes aanhalen om dan het tegendeel te bewijzen. Zo. Dus natuurlijk, ik heb voor de Academie van Antwerpen gekozen. Enerzijds, omdat toen ik op de open deurdag in die gebouwen kwam, dan was ik eigenlijk al verkocht. Mm-hmm. Maar ook anderzijds omdat ik Fred Bervoets al kende en dat ik daar naar opkeek en dat ik daar les van zou krijgen. Wou hebben. Ja. Mm-hmm. Dus nu zeggen mensen soms van ja, je werk is groot en druk. Ah, we zien het dat je les hebt van Fred. Maar het is omgekeerd. En natuurlijk dat ik in dezelfde galerij zit, helpt er ook niet aan. Ja, dus dat is dan logisch. Soms denk ik, moesten mijn werk in een minimalistische galerij stoppen, dat heel anders zou gelezen worden. Dat kan, ik heb dat ooit wel vervelend gevonden. Mm-hmm. Ik had er vroeger meer last van dan nu, dat mijn werk te logisch zat in die galerij. Mm-hmm. Je bent ook een tijdje uit geweest uit de Panter en dan teruggekeerd. Eigenlijk een beetje om die reden, dat ik dacht, moet ik niet net er tegenin gaan? En nu voel ik me er weer zo thuis dat ik denk, waarom moest ik er ooit tegenin gegaan zijn? Ja. Maar ooit heb ik dat wel gehad, zo als jonge dingen, dat ik dacht, dat is ook weer zo'n geschiedenis. Hè. Het is een galerij met een lange geschiedenis, maar jij maakt er dan maar heel kort deel van, dat je denkt, is dat wel mijn geschiedenis? Mm-hmm. Moet ik niet naar een jonger galerij gaan waar ik mijn geschiedenis mee schrijf? Mm-hmm. Alleen, dat waren allemaal dingen die vroeger hard in mijn kop speelden, maar waar ik met de jaren rustiger ben in geworden. En nu heb ik er eigenlijk enorm plezier van, dat ik om de twee jaar die genereuze ruimte kan vullen. Want je kunt eigenlijk ook elk idee dat je nou hebt, kunnen daar tonen, dat je daar die ruimte hebt. En verschillende ruimtes met totaal andere atmosfeer. Ja, dus je kunt verschillende reeksen... Ja, kleinere werken komen ook mooi tot je recht in die kelderruimte bijvoorbeeld, achteraan. Ja. En elke opening is een feest. Ja. Toen ik er niet was, met elke opening dacht ik, tjoe, dat is hier toch wel plezant. Ja. Ik echt, kijk. Ja. We zijn terug, Adriaan. Voor we even het publiek vragen laten stellen, wou jij nog iets zeggen, iets dat niet ter sprake is gekomen, waar je van zegt van, dit wil ik nog even... Is er een vraag die ik niet heb gesteld en die je bijvoorbeeld aan jezelf zou stellen? Ja, ik heb een voorliefde voor... De Zwarte Panter is natuurlijk geen white cube, maar ik heb wel een voorliefde voor die bijzondere ruimtes, zoals hier is de marmeren zaal van de Zoo. Mm-hmm. Ik heb ook in een leeg zwembad, die foto's gaan ook nog passeren, in een leeg zwembad geëxposeerd in de lege kerk. Elk van die grote theatrale ruimtes. Ja. Historische ruimtes ook. Historische ruimtes, ja. Mm-hmm. Ja. Ik heb veel grote doeken die je zag passeren. Kan ik je dat versnellen eigenlijk? Oh, waarschijnlijk wel. Dat weet ik over, zie, dat is waar ik over spreek.
Dat is terug in het begin. Ja. Oei, dat mag ik niet doen. Grote schilderijen die zijn gedruikt als achterdoek. Dus ik heb de laatste jaren veel voor theater ook gewerkt. Zeg, waar is dit precies? Dit is dat is ondertussen ook al iets anders. Dat is in Vorst in Brussel, okay. Een leeg Art Deco zwembad. Fantastisch, hè? Waar toen theater werd ingemaakt en dingen. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik weet niet, misschien hebben mensen aan het publiek. Wel, maar ik wou eerst even zien of jij nog iets zou zeggen, spontaan. Nee, oké, goed. Is er een vraag voor Tom, of een suggestie, of een tip? Of commentaar. Is waar ik aan de slag. Of kritiek. Om deze jonge man te helpen. Twijfel niet. Vraag gewoon. Of zeg. Moet je daar eigenlijk ooit ook iets mee zeggen dat buiten toe? Of is het alleen maar een expressie van wat dat gevoel van die verbinding, van die omgeving, van wat dat je geworden bent, door wat je hebt meegemaakt? Dat alleen voor dat uitdrukken. Met dit materiaal, dat is mijn manier, kijk, dit is wat ik ben. Ik denk dat ik er heel veel verhalen in stop, die ik zelf interessant vind, die zijn voor mij belangrijk om dat werk te maken. Maar dan geloof ik ook wel, en dat is natuurlijk een cliché van je mocht erin zien wat je wilt, maar ik geloof ook wel dat in de kracht van zo'n beeld, dat opnieuw verhalen oproept. En dat door bij elke kijker met zijn gevoeligheid en achtergrond weer nieuwe verhalen oproept. Ik kan bijvoorbeeld naar een tentoonstelling van Rubens gaan zonder ene zaaltekst te lezen en dat toch fantastisch vinden. Terwijl ik mijn gewijde geschiedenis niet zo groot is om te begrijpen waar al die verhalen over gaan. Maar toch maak ik er eigen verhalen van. Dus dat is... ik wil niet te dwingend zijn van... Je moet wel iets triggeren bij de kijker. Ik heb bijvoorbeeld heel veel werken rond jacht gemaakt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een thema... lang een thema geweest in de schilderkunst. Van Altamira tot de 19e eeuw, de naam minder. Maar ik ben een verfinte tegenstander van de jacht. Eigenlijk heel fanatiek. Ik heb zelfs nog ooit bij Gaia gezeten, gedemonstreerd, om te zeggen hoe fanatiek dat ik tegen de jacht ben. Maar ik ben er zeker van dat een jager naar een tentoonstelling van mij kan komen die zelf de werken zien en die fantastisch vinden. Dus voor mij zit daarin, die aanklacht. Maar ik ga dat er niet vingerdik opleggen, dat dan de boodschap is die de toeschouwer moet meekrijgen. Zo, ik geloof dat je er... Ik vind dat ik er alles wat kan moet instoppen, maar wat dat dan communiceert, hopelijk een aantal dingen die ik er heb ingestoken, hopelijk nog veel meer. Ja. Slechtste val minder. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Nog een vraag, ja? Als ik het goed begrepen heb, dan maakt u 50 werken per 2 jaar. Ongeveer groter. Eigenlijk is dat bijna duidelijk intensief daarmee bezig zijn. Besluit je eruit dat je eigenlijk altijd in een concentratie zit, dat je dan niet moet inkomen, maar dat je er gewoon je stapt in je atelier en je bent meteen betrokken. Altijd, de hele tijd door winter, herfststromen, dat is niet uit. Nee, maar dat stelt veel uit, heeft hem net gezegd. Ja, hè? Dus ik ben een uitstelder en ik geloof heel erg in want ik stel uit, niet alleen van dat de expo dichter komt, maar ook op de dagen dat ik moet werken, stel ik binnen die dag ook nog uit. Wanneer ik naar mijn atelier ga, zodanig dat ik meestal 's nachts schilder. En dan, als ik geen enkel afleiding of dat, dan moet er wel een soort... Je stelt eigenlijk uit omdat je twijfelt en omdat je angst hebt. Maar op het moment dat je schildert, moet je eigenlijk heel macho zijn. Zeker als er een doek van soms 8 op 10 voor u staat, of 2 op 3. Moet je macho zijn en zeggen van... Ik pak dit doek aan en alles moet wijken en ik ben nu op dit moment de beste schilder van de wereld. Dat, met die ingesteldheid moet ik kunnen beginnen aan een schilderij, anders komt daar niks van. Als ik twijfel, gaat dat. En dat is niet elke dag, dat is ook niet elke week. Dat is ook al soms dat maanden niet is. En heeft dat ook geen zin. Als ik niet die drang voel, van ik moet hier naar mijn atelier, nu moet het gaan gebeuren, dan maak ik sowieso een slecht schilderij. Dus ik wacht wel die moment af. En dat klinkt romantisch, maar dat is gewoon een soort realiteit. Dat je op sommige momenten, als ik op mijn atelier kom en dat lukt niet, dan weet ik dat
dat ook niet meer gaat lukken. Dit gezegd zijn, heeft elk schilderij een spanningsboog waarin dat bij mij goed gaat en dan stort hij in en dan moet ik terug optrekken om het te redden. Dat is eigenlijk bij elk werk. Mm-hmm. Lijkt wel iets terugkerend. Maar ik ben geen 9-to-5 schilder. Maar ik ben wel jaloers op mensen die dat zijn. Dat zou wel gemakkelijker zijn voor mij. Want iets uitstellen en dan moeten heel de nachten doordoen. Maar je hoeft dan ook niet te twijfelen, hè, als je iets uitstelt. Want je tijd is gelimiteerd. Dus daarvoor heb je 12 mogelijkheden. Ik kan dat werk zo doen, zo doen, zo doen, zo doen. Vernauwd, hè? Ja. Als het 5 voor 12 is, dan intuïtief zeg je dan, dit is de ding lopen en door, houd je erbij. Ja. Ja. Maar dat is wel vervelend voor je hart. Mm-hmm. Zijn er soms werken die je als volledig verknoeid beschouwt? Vernietig je wel eens iets? Of is elk werk op de een of andere manier toch nog... Ja, meestal is dat zo einde reeks. Ik maak soms een werk te veel en dan voel ik dat of dat ik iets terug... En dan doe ik een tijd niks. Een aantal weken of een maand niks en dan probeer ik te herbronnen. Dat wil zeggen dat mijn verhaal ergens af is. Ja. En dan mislukt dat en dan vraag ik me soms af hoe dat ik die werken ervoor gemaakt heb. Want ik heb periodes dat niks lukt. En dan kijk ik in mijn eigen boeken en dan denk ik, ja, dat was het dan. Allee, het vuur is gedoofd. Ja. Dat kan ik niet meer. En dan toch komt dat dan weer terug. Ja. En vroeger had ik er heel veel angst van dat dat niet ging terugkomen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, je ziet dat wederkerend is. Hè, dat. Mm-hmm. Dus nu heb ik er vertrouwen in dat de goden terug aan mijn kant staan. Ja. Ben je een schilder die feedback nodig heeft? Nodig je mensen uit op je atelier om te discussiëren over een werk dat in ontwikkeling is? Of laat je iedereen voor de deur staan tot dat werk klaar is? Vroeger, want ik zat in een collectief, Placenta noemde dat. Dat was opgericht tijdens dat we nog op de academie zaten. Met allerlei jonge kunstenaars. En eigenlijk deden wij niet anders dan bij elkaar op atelier komen en discussiëren. En later ook met Vast Koolson, met Lieve Segers. En dan nachten gediscussieerd, op atelier, op ruzie gemaakt over wat werk moet zijn. En als jong artiest is dat belangrijk om je eigen positie scherp te stellen. Door hetgeen wat een andere zegt, dat jij er tegenin gaat. Dat maakt voor je eigen duidelijk waar jij voor staat en waar de ander voor staat. Maar nu weet iedereen wat zijn positie is. Ja. En nu is er een soort gentleman ding dat je naar elkaars expo komt, maar dat er niet zware uitspraken over gedaan worden. Meestal is dat niet goed. Soms in het laat van de nacht gebeurt dat dan toch. En het zijn niet de plezantste avonden. Ja. Maar ik heb dan minder nodig. Mm-hmm. Ik had, zeker als jonge gast, dan Fred Berghoets, wat mijn leraar was, maar ook... IJsbrand, ook een oude schilder van de galerij, die van in het begin mijn werk gesteund heeft. Ik heb heel lang dat belangrijk gevonden, wat die ervan vonden. Zo. Bijna zenuwachtig als die kwamen kijken. En die kwam toen soms ook eens op mijn atelier. En ook wat mijn liever van vond. Dat is niet altijd hetzelfde lief geweest. Maar dat, vind ik ook nog altijd belangrijk. Dat mijn vrouw op mijn atelier komt, dan... Maar ja, als ik iets schilder dat hij dan slecht vindt, ik vind dat vervelend, maar ik kan het dan daarom niet veranderen. Dus. Mm-hmm. Nee, ik heb eigenlijk niemand nodig, is dat goed. All right, dat is duidelijk. Goed, ça va. Is er nog een vraag of stop ermee? Hoe lang werkt u aan zo'n één groot werk? En u zegt u heeft een lange pauze en dan ineens gaat u weer aan de slag. Sluit u zich dan op dat u dan in het atelier overnacht en dan bijvoorbeeld, ik weet niet hoe lang werkt u dan aan zo'n heel groot werk? Ja, er zijn werken zoals dit, dat afgrijzelijk is. En dat bestaat uit ontelbare gravures en houtsneden en dat. En daar zit ik ongeveer een maand aan. Maar als ik er zo'n aantal gedaan, elke keer naar zo'n werk, denk ik, dat doe ik nu nooit meer. Omdat dat zo... En dan maak ik een aantal werken die sneller zijn. Ik heb zo van die bossen soms op één nacht geschilderd. Dus zo als een soort explosie. En dan ben ik dat weer beu en dan zijn er terug werken die meer doordacht zijn en opgebouwd en waar ik heel lang aan werk. Maar ik heb er eigenlijk geen regel in. Maar ik heb een concentratieboog van een kind, dus ik werk 4 uur ongeveer. En dan is bij mij de kous af. Ik werk 4 uur zonder te pauzeren en dat is de werkdag voor mij. Allee, ik kan niet nog terugkomen op dat leven, werkt ook niet.
gewoon 4 uur intensief. 4 uur goed besteed dan toch, ja. 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 Alright, moet kunnen. Ja. Doe ik ook. Enfin, goed. Ronden we af. Ja, bedankt Tom voor uw getuigenissen en uw verhalen. Jullie zijn heel erg bedankt voor jullie rustige aanwezigheid. De volgende Artist Talk is met Francis Denis en vindt plaats op 22 november. Hopelijk tot dan. Dank u wel.